Ja, ik sta hier op punt om naar binnen te gaan bij een nieuw asieldebat met staatssecretaris Van den Burg. Twee belangrijke punten voor ons, voor JA21. De eerste is natuurlijk die dwangwet, wordt nu aangesleuteld as we speak. En vrijdag in de ministerraad, wij willen natuurlijk dat die niet door de Kamer gaat. Want dat is een wet die gaat verplichten, een verplichting gaat opleggen aan gemeenten om mensen te huisvesten, asielzoekers en noodopvang te regelen zonder inspraak. En het tweede punt is natuurlijk een evergreen van JA21, doe nou iets aan die instroom. Hè. We hebben het alleen maar over opvang en over allerlei houtje-touwtje verbanden. Maar waar we op moeten gaan sturen is de instroom van asielzoekers naar Nederland. Die moet omlaag. Voorzitter, dank u wel. Er hangt dus boven dit debat een schaduw en dat heet de dwangwet. Eufemistisch aangeduid inmiddels tot het motto spreiden en verleiden. En we weten van, nu dat de minister of de staatssecretaris buiten de microfoon zei, er is geen deal, er is geen akkoord. We zullen zo meteen daar hem op bevragen. We hebben in de Telegraaf in ieder geval gelezen dat de VVD ook door de pomp is. Dus we zullen ook de VVD daar zo op intrumperen. Er lijkt een dwangwet in de maak. Het CDA gaf al aan dat ze daar prima mee kunnen leven in antwoord op de vraag van mevrouw Piri. Wij zijn principieel tegen die dwangwet. Principieel omdat de lokale democratie volkomen buitenspel wordt gezet. Maakt niet uit wat je stemt in de gemeente, er wordt je een AZC opgedrongen. Omdat Den Haag dat wil. De dwangwet zorgt ook nog eens dat die asielcrisis die we hebben permanent zal blijven. Kijk, de wereld gaat straks twee dingen zien. Er is in Nederland altijd plek en er komt geen instroombeperking. En nogmaals, dat wist wel van de staatssecretaris. De grote vraag is of de Kamer, lam in plaats van leeuw, daar nog iets aan kan veranderen. En de indruk die JA21 heeft is van niet. Wij vinden dat verwerpelijk. Dan hebben wij een notitie bij RTL gezien. Een notitie over doelgroepbeperking. Vroeger hadden we nog de mogelijkheid dat er ruimte is voor doelgroepbeperking. Oftewel een gemeente kan kiezen welke asielzoekers men wel of niet zou willen in de gemeente. Die is verlaten, dus wordt straks niet alleen duidelijk dat je gedwongen kan worden tot asielopvang, maar ook tot opvang van veilige landers, zoals Marokkanen en Tunesiërs. En we weten uit de cijfers, gewoon de blote cijfers, dat veel misdrijven door asielzoekers juist door die veilige landers worden gepleegd. Marokkanen, Tunesiërs en Algerijnen. Toen ze nog op de lijst van veilige landers stonden, Algerije. In 2021 was 65% van de misdrijven van asielzoekers werd gepleegd door veilige landers. Waarom is die doelgroepbegrenzing en beperking losgelaten? Zo vraag ik aan de heer Van den Burg. Nou zijn we, voorzitter, 2 maanden verder na de asieldeal van het kabinet. Dat heeft niet echt gewerkt tot ontmoediging, kan je zeggen. De wekelijkse instroom nog steeds zo'n 1000. En vorige week piekte het tot 1200 per week. Kortom, het heeft niet echt gewerkt, die asieldeal. Wanneer komt het moment voor de staatssecretaris om aanscherpingen aan die asieldeal te plegen? Of is dat helemaal niet in vragen voor hem? Zo vraag ik hem. Dan pakken we het telraam erbij, want RTL Nieuws kwam met cijfers en ontwikkelingen over de opvangcapaciteit. En wat blijkt uit onderzoek van henzelf, dat juist met die maximale piek van 51.000 opvangplekken op 1 januari... het nog veel en veel te weinig is. Dat komt onder andere omdat die 20.000 statushouders die nog een huisje moeten krijgen, die niet krijgen, want geen gemeente zit erop te wachten. Dat is wel vrij duidelijk. Dus dat lukt niet. Dus er komen 10.000 plekken tekort. Dat nieuws is voor JA21 totaal geen verrassing, voorzitter. Want zolang wij die instroom niet kunnen beperken, zal de druk te groot blijven. En mijn vraag is altijd geweest, met het telraam in de hand, wat is de grens voor de staatssecretaris? Wat is de grens voor het kabinet? Ook voor het CDA, voor de VVD. Wanneer houdt het op? Of blijven wij op deze manier dweilen met de kraan open? En dat gaat, of je nou aan de linkerkant of de rechterkant van het spectrum staat, dat gaat niet werken. Kortom, wij vinden dat zeer zorgelijk. Daar zullen we ook een aantal vragen over stellen. Want wat wordt er nu precies bedoeld als men het heeft over het garanderen van die opvangplekken? Krijgen we meer Tubergjes, zoals het dan in de volksmond heet? Ik heb wel een halve minuut. Ik heb een halve minuut voor mijn laatste punt. Het gaat over Syrië. We hebben uit de stukken gelezen dat uit het nieuwe landenbericht Syrië, waar nog steeds de grootste groep asielzoekers vandaan komt, dat de veiligheidssituatie daar verandert, zo schrijft de staatssecretaris. Het is meer incidenteel van aard en minder een frequentie van algemeen geweld. Het gaat vooral om de repressie door een autoritair regime in plaats van de alledaagse risico's op geweld. Heeft dit nou gevolgen? Want wij weten van Denemarken, die maken dus dat punt van sommige regio's zijn veilig, rond Damascus, andere niet. Gaat u generiek nog steeds de asielzoekers uit Syrië opnemen of zegt u daar zit een verandering in en de veiligheidssituatie in Syrië rechtvaardigt misschien niet een generiek, maar meer een specifieke opvang? Ja, vond je dit nou een leuk filmpje? Vergeet dan niet even te reageren. Je kunt ook liken of delen met andere mensen. Alles kan, maar vooral belangrijk, abonneer je op onze kanalen.